We zijn de afgelopen 2 jaar met het programma Community of Practice afvalwaterprognoses heel druk bezig geweest. We hebben ontzettend veel gedaan, heel veel dingen afgerond. Ik heb ook ontzettend veel zin in het afsluitende symposium van deze fase, want vandaag weer was hartstikke leuk. Toen ik 5,5 jaar geleden bij het waterschap begon, werkten wij nog met Excel-bestanden om die berekeningen te maken. Nou ja, tijdsintensief, foutgevoelig. Bij de Community of Practice zijn we nu bezig met het ontwikkelen van een tool waarbij je dus minder handmatig werk hoeft te doen. En veel meer gebruik kan maken van die tool om dus betere kwaliteit prognoses op te leveren. Het mooie van de nieuwe praktijk afvalwaterprognose hebben is dat we toch echt meer resultaten landelijk met elkaar ontsluiten. Meer gebruik maken van landelijke kentallen en inzichten. En ook dat dus in tooling ontsluiten. De nieuwe afvalwaterprognose gaat voor mij voornamelijk over de samenwerking met al onze ketenpartners. Een eenduidige manier van hoe we de prognoses opstellen en een betere kwaliteit. Een mooi concreet voorbeeld vind ik dat we een viewer hebben ontwikkeld waarin we alle resultaten van de COP hebben verzameld, zodat die publiekelijk beschikbaar komen voor iedereen die dat graag wil zien. Ook het CBS, KWR is bezig om die kentallen nog beter te maken, waardoor de tool alleen nog maar nauwkeurige resultaten zal gaan berekenen. Door onze samenwerking met HWA zijn we weer in contact gekomen met een ander team achter ZInfo, waardoor we op die manier nog meer gebruik kunnen maken van de specifieke bron, want er zit een schat meer aan informatie in dan wat wij op dit moment er alleen maar uittrekken. Praten over resultaten is heel makkelijk, maar als je resultaten komen, kan het ook impact hebben op je werk zelf. Dingen blijken toch anders te zijn dan je dacht. En dan doorzetten en toch die tools gereed krijgen, dat is echt geweldig dat die projectgroepen dat gedaan hebben. Binnen ons beheergebied hebben wij 4 zuiveringen, waarvan er eentje binnenkort helemaal vernieuwd gaat worden. Die moet in 2030 ongeveer opgeleverd gaan worden. En daarvoor moet je natuurlijk weten hoe groot moet de zuivering worden. En daarvoor maak je een prognose. Met de rioolvreemd water en discrepantietool krijg je voornamelijk inzicht in de verschillende waterstromen. Een deel van het water hoort natuurlijk niet in je riool thuis en dat noem je dan ook rioolvreemd water. En met de rioolvreemd watertool en discrepantietool krijg je inzicht per stelsel hoeveel dat water is en hoeveel het afwijkt van wat je zou verwachten. De komende tijd gaan we ons voorbereiden op fase 3.0 van het programma, waarin we ook de verbreding nog verder gaan zoeken.